gedaan. Of misschien ook wel een beetje, maar ook voor een goed doel. Vertel eens. Ja, voor de KWF kankerbestrijding en ook voor de mensen die kanker hebben zelf. Ja, en het is een beetje, in jouw familie komt dat ook een beetje voor, hè? Ja. Ja, vertel eens, hoe zit dat? Ja, mijn vader die heeft kanker en die is ongeneeslijk ziek. Ja, en dat is een goede motivatie om dan zoiets te gaan doen. Hoe moet ik me dat nog voorstellen? Ga je gewoon je reis er naartoe en je fietst die bult omhoog? Zo schiet het waarschijnlijk niet, hè? Nee, want je moet wel eerst startgeld betalen en je moet ook sponsors zelf hebben die het geld betalen. Ja, maar op het moment dat je in de boom fietst en het lukt jou, dan heb je eigenlijk al het geld verdiend? Nee. Toch niet? Nee. Hoe werkt het dan? Je moet zelf wel, die sponsors moet je zelf wel vragen en zo. Ja, precies. Maar die wil dan natuurlijk wel dat je dan ook inderdaad de top bereikt. Ja. En dan moet je dat vertrainen. Ja, vaak. Ja, maar hier is het zo vlak in Leeuwarden. Hoe doe je dat dan? Ja, gewoon een rondje fietsen heel vaak en een duurtraining doen. En soms wel eens naar Duitsland om wat bergen te beklimmen.